We zijn morgen en overmorgen ook vrij. Het is nu woensdag. En ik dacht, wat is nou een betere manier om het weekend in te leiden, een lang weekend van 4 dagen, dan frozen yoghurt op te halen. Ik heb echt 10.000 smaken bij elkaar gegooid, dus ik ben heel benieuwd. Het is verder super zonnig, dus ik ga hier lekker zitten en lekker van die zon genieten. Ik heb mij net met moeite door de mintkleurige heen gewormd, want die was echt zo vies. Ik dacht, ik ga even zonnen en er staat nog maar 3 kronen op deze kaart. Dus ik dacht, oh, ik upload hem even met 200. En dat staat gelijk aan 26 euro. Hij slikt mijn 26 euro in en leut hem zeg maar niet op het kaartje. Dus ik ben nou dus letterlijk 200 kronen verloren. Dus ik het servicenummer bellen. En het servicenummer vertelde mij dat ik nu een e-mail moet gaan schrijven. En dan met al mijn info en dan als het goed is krijg ik mijn geld terug. Oké, het is donderdagochtend. Ik heb nu mijn was in de wasmachine gedaan. Als die klaar is, ga ik hem buiten hangen. Maar in de tijd dat hij nog in de wasmachine zit, dacht ik, dan kan ik nu mooi naar buiten om allemaal dingen te gaan regelen. Zoals mijn spullen voor school ophalen op mijn werk. En Rinske heeft mij verteld, en ik weet dat Rinske kijkt, hoi, dat je je panties kan knippen, dat je een soort van broekje aan hebt onder je rok. Ik heb een rok aan en het is super lekker weer, dus ik dacht ik kan wel mijn blote benen. Maar dat zit nooit zo lekker, want ik heb gewoon super dikke benen. We gaan nu proberen de panty te knippen. En dan dacht ik, dan laat ik jou alleen bij of dat werkt, ja of nee. Zo spannend, oh mijn god. Het zit eigenlijk niet heel lekker, maar we gaan er maar rondlopen en kijken of dit effectief is, ja of nee. Wat ook wel leuk is om te laten zien, ik ben even mijn spullen ophalen van school, is dat we een upgrade hebben. Een mooi tapijtje, mooie kunst aan de muur en extra bureaus en zo. Die grote groene map, die moet ik nu ophalen. Ik heb jou eens verteld over die rode bieten, quinoa, kip, hummus salade. En ik heb hem nu weer gekocht. Ik wil hem even laten zien. Hij is zo ontzettend lekker. En daarnaast wil ik even een updaten over het broekje dat ik heb geknipt. Ik weet niet waarom, maar het is geen succes. Ik moest hem regelmatig opnieuw goed doen. Midden op straat hebben we dat ook weer meegemaakt. Zei ik niet eens dat ik heel bang was dat er was van mij naar beneden viel. Het moment is nu daar. Ik heb hem weer. Het feit dat mijn onderbroek net op straat lag even opzij. Mijn wasje ruikt nu echt super lekker en niet meer naar een niet te benoemen individu. En daar ben ik echt super blij mee. Er is een meisje daar al de hele tijd aan het springen. Nou! Ik ben nu onderweg naar Drama Club. Ik ben heel benieuwd. Ik ga 6 mensen op Facebook op dat event. En ik ken ze allemaal niet natuurlijk. Ja, ik heb al best wel lang niet aan theater gedaan natuurlijk. Dus nou ja. Het is een beetje een experimentje. En het is natuurlijk in Engels. Maar ik ben heel benieuwd. Ik ben er bijna volgens mij. Een soort van woonwijk. Het is echt mega shabby. Ik zal het je laten zien. Oh, het is nu 2 uur later en ik heb het overleefd. En eerst leek het dus echt alsof ik er als de enige zou zijn. En het is echt een beetje zo'n shabby plekje. Dus ik dacht, jezus, ik bedoel, what the fuck? Ben ik eigenlijk al begonnen, weet je wel. Maar gelukkig kwamen we uiteindelijk, waren we met z'n zessen. Dat is toch best wel veel. Het is vooral als je de eerste keertje zat, is dat best wel veel. Nou, super zweverige leraar. Maar wel vet aardig vent en we hebben allemaal van die standaard opwarmingen gedaan. En daarna vooruit lichamelijk zeg maar karakter zoeken en dan vanuit dat personage dan dingen gaan uitzoeken. Dus zeg maar, eigenlijk dingen die ik allemaal al wel heb gedaan en dat helpt altijd super goed. En ik ben blij dat ik ben gegaan, want het was echt super shabby, maar wel weer nieuwe levenservaring. En volgende week is het weer en dan ga ik weer heen. En nu ga ik even lekker fietsen, want ik ben super druk. Ik heb een pakje opgehaald van een nieuw look. Dus ik ben wezen shoppen, dat is heel erg. Maar ik fiets nu naar huis en dan ga ik laten zien wat erin zit. Ah, een bikini-topje die redelijk goed zit.
Maar ik heb geen bikini-topje, dus ik hou hem wel. Dit jasje. Een broek. Die heel leuk. Onderig zit. Dus ik hou het alle drie. Oké, ik heb net een afspraak geboekt voor een tattoo op 28 mei, zaterdag 28 mei om 11 uur. Ja, jezus, een beetje zenuwachtig geloof ik, maar ik word er wel heel blij van, dus vet spannend. Hey! Het is nu zaterdagochtend en ik ga vandaag Hanna en Karsten opzoeken in hun zomerhuisje in Fjerritslev, nou, een van de leuke Deens plaatsnaampjes. Dat is aan het strand, vlakbij het strand. En ik ben heel benieuwd en we gaan samen lunchen. En ik ga nu zo meteen de bus vinden, want dat wordt nog wat. Oké, ik heb net iets super kuts meegemaakt. Ik was op mijn werk om mijn camera op te halen. Er gaat ineens een vet hard geluid af. Toen dacht ik, godverdomme, ik heb het alarm afgezet. Dus ik helemaal in paniek natuurlijk. Ik allemaal nummers bellen en mijn collega. Ik heb er echt wel 20 minuten gestaan. Ik heb het ook helemaal warm. Maar goed, wat blijkt nou, het is niet het alarm. Ik heb mijn baas gebeld uiteindelijk. Die dan wel op en die zei, nou, dan is iemand ergens een deur vergeten. En is het alarm gewoon aan het screenen. Want als het een echt alarm was, dan had je wel constant geluid gehoord. En nu ben ik vet laat. En ik denk dat wij heel veilig kunnen concluderen dat Denemarken echt best wel een heel mooi land is. Nou, ik ben opgehaald. Karsten moet nog even wat dingen ophalen bij de bouwmarkt. Dus ik ga hem even. En het is echt zo'n super klein gat eigenlijk, waar zij dus een zomerhuisje hebben. En het weer is lekker in het buitenbeetje, dus ik ben heel benieuwd. Ik heb er zin in. En dit is hun zomerhuisje en het is er zo ontzettend mooi dat ik bijna naar Denemarken wil verhuizen, forever and always, en ook een zomerhuisje wil kopen. En daar kan je buiten slapen. En hier zie je live beelden vanuit het vogelhuisje dat aan de boom hangt naast hun huis. Ik heb net super lekker geluncht. Het is nu 3:15. En we gaan zo een strandwandeling maken. Daar heb ik ook super zin in. Nou, het zijn gewoon super aardige mensen. En het huisje is ook super leuk. En ik moet even heel hard lachen. Want zij hebben echt een beetje zo'n, nou, een beetje zo'n rustiek huisje. Weet je wel? Met zo'n kampvuurtje erbij. En dan het huis naast hun. Ja, ik kan het eigenlijk niet zo goed laten zien. Het is echt super netjes. Met een fontein en een perfect aangeharkt grindpad. Dus daar moest ik even heel hard om lachen vanwege het contrast. Ik ben heel benieuwd wie daar dan woont. En verder, het is echt super lekker weer en zometeen naar het strand dus. En blijkbaar woont daar een heel oud echtpaar dat ontzettend graag van het huis af wil. Maar ze kunnen het niet verkopen omdat het zo, ja, hoe zal ik het zeggen, bijzonder is. Die desk is billing. Oh, I've heard about the pigs in Denmark. There are 3 times more pigs than Danes. Het strand was echt super mooi en het weer was echt super lekker, een beetje een windje. Oh, there's somebody swimming. En deze persoon was naakt aan het zwemmen, dat ook nog. Een zeester. En daarna gingen we thee drinken in het langste houten gebouw van Denemarken. En dit hotel is echt super posh. En heel veel rijke Denen drinken hier heel graag koffie en thee en eten walnotentaart. En het grappige is dat toen we daar zaten, dat deze meneer die daar zit, dat is een best wel beroemde Noorse acteur. En ik weet echt 100% zeker dat hij dat was. En je kan hem kennen van de film Headhunters en van de film The Martian. En best wel grappig dat die persoon daar gewoon zit. En ik moest dat natuurlijk vastleggen, dus daarom had ik maar even gedaan alsof ik een filmpje maakte van het uitzicht. Zodat ik hem even kon vastleggen en dit met jou kon delen. En voor ik het vergeet, jij kent deze acteur ook. Jij hebt namelijk een boekje dat gaat over Noren. En die schrijver was een keer op bezoek bij een talkshow. En op diezelfde talkshow, daar zat hij ook aan tafel. Dat liet je mij toen zien op YouTube.
Maar goed, we gaan verder. De route terug was niet weer over het strand, maar door het bos heen. En het was echt super, super, super mooi. Oké, ik ben niet echt een paardenmeisje, maar toen we deze IJslandse paarden tegenkwamen, was het echt heel cool. Ja, het is amazing. Dit deel vond ik echt absoluut niet op Denemarken lijken. Ik vond het echt een beetje, het deed me denken aan Schotland of zo. En mijn obsessie met water kwam hier natuurlijk ook weer naar boven. Mijn huisgenoot is heel goed bevriend met Carson en Hanne en die was na de lunch ook langsgekomen. Ik reed met haar weer mee terug naar Aalborg. Maar voordat we naar huis gingen wilde ze mij heel graag vissersbootjes laten zien en dit vond ik ontzettend grappig. Ze reed keihard haar auto tegen een paaltje aan en had het niet door. Maar dit is blijkbaar een hele bijzondere vissersplaats, want hier trekken ze met touwen de boot uit het water. En toen waren we weer terug in Aalborg. Hallo, het is zondagmiddag en mijn zondag is aanzienlijk minder interessant dan mijn zaterdag. Ik ben namelijk nu bezig met school. Ik wil echt super graag naar buiten natuurlijk, want het is mega lekker weer. Maar ik heb buiten geen internet of een tafel of een stoel, want we hebben natuurlijk niet echt een tuin. Dus ik ben hier maar gaan zitten. Dit is waar ik mee bezig ben. Met mijn research objectives en al dat soort onzin. En ik heb er echt een beetje een hekel aan. Maar wat moet, dat moet. Dus daar gaan we mee bezig vandaag. En daar hoort natuurlijk hele idyllische studeermuziek bij. Check dit. De zon schijnt recht op mijn laptop, hè? Kijk, de zon schijnt gewoon recht door het appeltje heen. Hoe heftig is dat? En als ik nou heel omhoog doe. Wow.